Goedenavond, beste luisteraars van Radio Positief. Nog een keer komen wij tot jullie met een woord van leven. Een boodschap van hoop. Het woord van God. En deze week zijn wij bezig nog een keer met praten over de val van Goliath. Wij hebben heel veel over dit onderwerp gesproken gedurende de laatste 4 à 5 weken. En deze zondag is het de grote dag, de laatste dag van dit voorstel van geloof. En wij zullen door het geloof de 5e steen werpen om vast te stellen dat onze problemen, de reuzen die zich bevinden in ons leven, vallen. Wij gaven dit kaartje aan de mensen van de 5 zondagen van de val van Goliath. Deze zondag gaan wij de laatste letter, dus letter S, van de naam van Jezus brengen. En het in de doos stoppen die op het altaar staat van de UKGR, waar onze problemen gestopt worden. En hiermee bidden wij elke dag, zodat de problemen opgelost worden, zoals Goliath viel. Nou, Goliath viel, iedereen kent dit verhaal, maar hij viel niet zomaar, oké? Israël wilde de Filistijnen verslaan en God zorgde ervoor dat Goliath verslagen werd. Oké, het is waar, maar Goliath is alleen gevallen nadat David de steen wierp. En voordat David de steen wierp, moest David lef hebben om de reus te gaan confronteren. Vertrouwen hebben, geloof hebben dat de overwinning zal komen. Omdat in feite zijn er veel mensen die theoretisch gesproken geloven in God, maar die, wanneer ze geconfronteerd worden door een probleem, slecht nieuws, een soort angst, dan vluchten ze voor een conflict. Dus de persoon praat over het geloof, maar is bang om het geloof in praktijk te brengen. Het is alsof de persoon theoretisch gesproken gelooft, maar in praktijk niet. Als ik in iets geloof, dan ga ik vooruit met dat doel en niets zal mij doen stoppen of niets zal mij tegenhouden omdat ik daarin geloof. Als ik zeg dat ik geloof, maar ik ga niet, dan is mijn geloof niet echt het geloof van de Bijbel. Theoretisch gesproken is dit makkelijk. In praktijk maakt dit een groot onderscheid tussen wie echt gelooft en wie niet. Dus wij kunnen zeggen dat de problemen, de uitdagingen, de strijden laten zien wat voor kwaliteit van geloof wij hebben. Omdat wanneer er vrede is buiten ons, wanneer er geen problemen zijn, is het makkelijk om zich verzekerd, zelfverzekerd te voelen. Dus de persoon voelt zich zelfverzekerd, hij gelooft dat hij het kan, omdat alles goed gaat. Maar wat doet de persoon wanneer het niet goed gaat? En dat is wat David aan ons leert door zijn verhaal. Iedereen was bang voor de reus. 40 dagen kwam hij om Israël te bedreigen. En niemand durfde tegen hem te gaan vechten. En David ging. David ging omdat David geloofde. De andere mensen geloofden theoretisch gesproken, de soldaten. Maar ze waren hier bang voor
Ze waren bang voor de confrontatie van die reus. Dus ze hadden het lef niet om te gaan. Nou, Jezus zei het volgende op een gegeven moment. U kunt deze tekst vinden in Marcus 11, vers 22. En Jezus antwoordde en zeide tot hen: hebt geloof in God. Dus Jezus zei tegen hen: hebt geloof in God. Voorwaar, ik zeg u, wie tot deze berg zal zeggen: hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zal twijfelen, maar geloven dat hetgeen hij zegt geschiet, het zal hem geschieden. Dus Jezus zei dat als wij tegen de bergen zeggen: hef je op en werp je in de zee, en in ons hart niet twijfelen, maar geloven dat wat wij zeggen zal gebeuren, dan zal het gebeuren. Jezus zei dit nadat hij een vijgenboom had vervloekt. Kent u dat verhaal? Als u dit hoofdstuk Marcus 11 leest, gaat u dit verhaal hier lezen. Daarna kunt u het doen. Maar let goed op. Jezus zag een vijgenboom die geen vruchten droeg, maar wel bladeren. En Jezus vervloekte die boom, die vijgenboom. Jezus zei tegen die vijgenboom: niemand meer zal van je vrucht eten vanaf vandaag. En de volgende dag, of een paar dagen daarna, ik weet het niet precies, kwamen ze langs, reisden ze terug langs de vijgenboom, en Petrus zag dat de vijgenboom verdord was, dood was. De vijgenboom die Jezus, die Jezus had vervloekt. Dus Jezus had die vijgenboom vervloekt. En Petrus verbaasde zich en zei: Heer, kijk, de vijgenboom die u heeft vervloekt is helemaal dood. En Jezus zei tegen hem: je hebt geloof in God. Omdat als je praat met een berg, hef je op en werp je in de zee, en jij twijfelt niet, maar gelooft dat wat je zegt zal geschieden, dan zal dat gebeuren. Dus Jezus leerde ons hoe het geloof werkt. Kijk, één ding is zeggen: ik geloof dat de berg zich verplaatst. Ik geloof dat de vijgenboom sterft. Dat is één ding. Een ander ding is dat ik het geloof heb om met de boom te praten en hem te vervloeken. Of de berg te praten, met de berg te praten en hem te verplaatsen. Dus de zekerheid hebben om te praten en handelen met hetzelfde niveau van mijn geloof. Het geloof dat ik zeg dat ik heb. Natuurlijk, kijk en luister goed naar wat ik zeg. Ik ben niet aan het zeggen dat u of ik of wie dan ook een boom gaat vervloeken. Waarom zou u dat doen? Ah, om te weten of mijn geloof werkt. Vanaf het moment dat u het doet om te weten of uw geloof werkt, bent u al aan het twijfelen. Doe dat niet. Het gaat u niet lukken. Waarom zou ik tegen een berg zeggen: verplaats je, ga en werp je in de zee? Jezus zei dit als een voorbeeld. U hoeft dat niet te zeggen omdat u de bergen niet gaat verplaatsen, de fysieke bergen niet. Maar kijk, als je ziek bent en u accepteert die ziekte niet,
En u praat met uw ziekte. De ruis die in uw leven is. U confronteert het. En u stuurt het weg van uw leven. U accepteert het niet en u zegt tegen de ziekte, ziekte, ga weg omdat Jezus aan het kruis stierf en hij genas mij. Dus ik ben gezond en u verklaart dat met geloof. U stelt vast dat dat probleem in uw familie, in uw huwelijk zal veranderen. U stelt vast dat dat financieel probleem zal opgelost worden. Dus u beleidt hetgeen waar u in gelooft. Maar u doet het niet zomaar. Maar omdat u vertrouwt, u handelt als iemand die zeker weet dat het goed zal komen. Dan gebeurt het. Omdat u geloofde. Dus de berg is niet per se een berg, fysiek gesproken. De boom is niet per se een fysieke boom. Maar het probleem, de reus die wij hebben. En dat is wat wij deze zondag gaan doen. Wij gaan geestelijk gesproken de steen werpen. Wij gaan tegen dat probleem zeggen, ga weg uit mijn leven. Verlaat mijn pad, mijn gezin, mijn familie, mijn financiën. En deze zondag is het de grote dag van dit voorstel van geloof. De dag waarop wij de steen gaan werpen om de reus te doen vallen die in ons leven is geweest. Niet te missen voor degenen die hier al mee bezig zijn, de vorige vier zondagen, degenen die in de kerk zijn geweest, maar ook voor u die hier niet mee bezig bent, maar u heeft wel een reus in uw leven. Neem de beslissing om deze zondag in de UKGR te zijn, om de steen te werpen en de reus te verslaan. Door het geloof gaat u overwinnen. Gelooft u? Jezus zei, hebt geloof in God. Voorwaar ik zeg u, wie tot deze berg zal zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zal twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiet, het zal hem geschieden. Deze zondag is het de dag van de val van Goliath. Wij komen zo terug met het gebed. Kom, o Heilige Geest, kom en raak mij aan en omhels mij. Uw aanwezigheid is alles wat ik nodig heb, mijn waardevolle vriend. Om u te aanbidden, hef ik mijn handen op. Mijn leven geef ik nu aan u. En ondanks mijn fouten, houdt u van mij, houdt u van mij. En zelfs al heb ik niks, houdt u van mij, houdt u van mij. Jezus, door uw liefde gaf u zich aan het kruis, droeg een zeer zware last in mijn plaats en u nam mijn pijn op u. Jezus, door uw liefde gaf u zich aan het kruis, droeg een zeer zware last in mijn plaats en u nam mijn pijn op u. Jezus, Jezus, kostbare naam, Jezus.
kostbare naam. Jezus, door uw liefde gaf u zich aan het kruis, droeg een zeer zware last in mijn plaats en u nam mijn pijn op u. Jezus, door uw liefde gaf u zich aan het kruis, droeg een zeer zware last in mijn plaats en u nam mijn pijn op u. Jezus, Jezus, kostbare naam, Jezus. Onze Heer en onze Vader, in de naam van Jezus stellen wij vast dat de reuzen gaan vallen, dat de bergen van problemen verplaatst zullen worden door het geloof, dat de boom die slechte vruchten draagt, dus het probleem dat ervoor zorgt dat er leed is, opgelost zal worden. Mijn God, laat er redding komen, behouden is in dit leven, dit gezin, deze familie. Wij leggen alle behoeftes, problemen, strijden, gebeden in uw handen. En wij vertrouwen dat u ons hoort en dat u ons beantwoordt. Mijn Heer, wij leggen alles, de behoeftes, de strijden, de problemen, het geloof, alles in uw handen. En wij zijn er zeker van dat u ons hoort en dat u ons beantwoordt. Zegenen ieder die samen met ons bidt. Laat uw geest komen en een ieder vervullen die u zoekt. In de naam van de Vader, van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. En wie gelooft zegt amen en God zij dank. Amen. Heel goed, beste luisteraars van Radio Positief. Wij zijn er zeker van dat ons gebed wordt gehoord. Maar het is niet alleen bidden. Dit gebed hier tijdens het radioprogramma is een eenvoudig gebed dat wij doen, vooral voor degenen die een bemoediging nodig hebben, die een versterking nodig hebben en ook degenen die niet in de kerk zijn geweest. Maar dit is niet genoeg om uw leven te doen veranderen. Het is noodzakelijk dat u de stap zet. De reus viel niet voordat David de steen wierp. De berg wordt niet verplaatst voordat wij opstaan en het lef hebben om het te bestraffen door het geloof. En hiervoor houden wij de diensten in de kerk. Deze vrijdag beginnen wij met een nieuw voorstel. Morgen om 10:00 's ochtends, 3:00 's middags en 19:30 's avonds in alle vestigingen van het UKGR Evangelisch Centrum. En deze vrijdag gaan wij een ieder zalven met de olie. Olie die
geconsecreerd werd gedurende deze hele week. En morgen vrijdag wordt u hiermee gezalfd. En morgen om 10:00 s'avonds komen wij terug op Radio Positief met nog een woord van leven. Dat God u zegenen. Een fijne avond verder en tot morgen.